Nationaal Dialoog moet volgens velen op gang komen. Korps Brandweer Suriname 148 mensen rijker. En Venezuela herdenkt massaal het overlijden van Chavez een jaar geleden. Goedenavond, dames en heren. Het journaal op donderdag 6 maart. Een nationaal dialoog is belangrijk voor Suriname. We moeten samen bundelen, maar ervaringen van de andere landen moeten ook meegenomen worden. De meningen over deze conferentie zijn verdeeld, maar dat wat we wel tot een dialoog moeten komen, staat voor velen als een paal boven water. Want het gaat dus om een national dialogue, dat wij het meenemen in wanneer wij in de toekomst gaan participeren aan verschillende dialogen. Het is belangrijk dat wij als natie naar elkaar toe komen, naar elkaar toe groeien. En op deze manier, we krijgen die tools dus van de Nationale Assemblée in samenwerking met verschillende organisaties, dat wij het meenemen en in de toekomst dus daadwerkelijk die dialoog hebben. Nationaal dialoog is belangrijk voor elk individu eigenlijk in Suriname. Niet alleen voor gouvernementele organisaties of politieke organisaties of het maatschappelijk middenveld, maar eigenlijk voor elk individu. Omdat je dus merkt, zeker met het zijn dat de oppositie gegeven heeft om niet te participeren aan dit nationaal dialoog, aan deze conferentie, is dat we dus in principe de basis van het dialoog nog missen. En dat is dus dat je dus je comfortabel moet voelen om in dialoog met elkaar te kunnen treden. Maar natuurlijk, alles heeft een begin en ik denk dat dit wel een heel goed initiatief is, waarbij we een begin maken en kijken naar wat is de ervaring in landen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika en what are the lessons learned. In de hoedanigheid van Prezes komt het wel voor dat je situaties tegenkomt waar je toch moet proberen om partijen bij elkaar te brengen. En ik denk dat het in dat kader belangrijk voor mij is om deze kennis op te doen. Ik ben uitgenodigd en ik ben gekomen om die kennis op te doen. Dat is voor mij belangrijk. Wat de reden is waarom ze niet meedoen, daarop ga ik niet in. Nou, kijk, het is belangrijk dat je, wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met dialoog, dat je kijkt naar de mensen die participeren, je de sfeer probeert te creëren en partijen bij elkaar brengt, zonder vooroordelen. Er is natuurlijk, ik bedoel, we zijn geen vreemden in Jeruzalem, we weten natuurlijk ook wel wat de grondslag is voor dit initiatief. Nou, als we inderdaad de koe bij de horens willen vatten en ooit willen gaan praten over 8 december en over de militaire periode en over Moyoane en over alle dingen die ons pijn doen, dan zijn er een paar dingen die moeten gebeuren. En zo meteen hebben we een vragenronde en ik heb zo net met de experts ook gesproken. Ik heb gezegd, er zijn een paar dingen waarvan ik heel graag wil dat jullie vandaag ook meer aandacht aan besteden. 1 is de legitimiteit van degene die een dialoog initieert. Informatie is te consumeren. Wij willen natuurlijk ook weten hoe het is verlopen in andere landen. We willen delen in de informatie die verstrekt wordt, zodat wij in Suriname verder kunnen gaan. Ik moet zeggen dat na de presentatie die ik daarnet heb mogen meemaken, ik denk dat daadwerkelijk wij in Suriname dit gebaar om deze sessie te organiseren niet goed begrepen is. En dat is heel erg jammer, omdat je ergens moet beginnen. Maar als men nu al begint om dit gedeelte niet te begrijpen, dat betekent dat we nog heel ver van huis zijn. De beëdiging en installatie van 148 aspirant brandwachters vond vandaag plaats in de hoofdbrandweerkazerne. Met deze bevorderingen is het personeelsbestand van de brandweer vergroot. Nieuwe en verafgelegen kazernes zullen nu adequaat bemand worden. Enkele van u zal ver van huis moeten gaan, detachering. We hebben nieuw straks, ik weet niet hoe ver de brandweercommandant is, Post Apura. De politie is er al, heel ver van de stad. Zullen die moeten gaan, want daar zijn er ook mensen. En de zorg is van nodig daar.
onlangs was ik op Bronsweg. Eigenlijk is de post al klaar. Ook daar een taak voor u strak weggelegd. Niet alleen in het centrum zult u te werk gesteld worden. Ook in die gebieden zijn er mensen. Kunnen zaken zich voordoen waarbij u moet uitrukken om mensen te helpen. In een plechtige ceremonie werd de eed afgenomen door procureur-generaal Subhas Poonvassy en de insignes werden ook aangebracht door genodigden van de geslaagden. Speciale aandacht werd besteed aan de best geslaagde man die als eerste werd geïnstalleerd. Er waren veel ups en downs, maar hoe dan ook hebben we gehaald van ieder. Mijn mening, het was een leuke tijd en ook een harde tijd. We zullen ons best doen om alles eraan te doen. Wat voor calamiteiten dan ook, hou ervoor om de samenleving te dienen. Tussen de geslaagden waren er ook vrouwen, zoals Zubaida Sershon, die bewust gekozen hebben om aan het brandweerkorps hun krachten te geven. Ik heb het kunnen doen, dus niet echt. Het is gemakkelijk voor mij geweest, want ik hou ervan in zulke dingen, ik hou van actie. Samen met Sershon zijn nog 8 vrouwen beëdigd. Het brandweerkorps functioneert volgens commandant Cecile Waal naar tevredenheid. En zal met de nieuwe aanwinst nog beter worden. Die personele sterkte wordt met deze groep aangesteld op niveau gebracht. De bedoeling is dat wij met de nieuwe bakkengroep die in opleiding is, het formeel op volle sterkte willen brengen. En met betrekking tot de repressieve zorg, zowel de preventieve zorg. Maar ten aanzien van andere zaken, zoals ik heb aangegeven in mijn speech, de bouw- en aanbouwzijde en projecten die er zijn, moeten wij nog formaliseren. Maar ten aanzien van de personeelsterkte zijn we op dit moment op niveau. Vertellen is een kunst die ervoor zorgt dat kinderen aan je lippen hangen. De hele week wordt er aandacht besteed aan voorlezen en of verhaaltjes vertellen aan kinderen. Ook kleuters en peuters werden bezocht door de voorlezer. De peuters van de Ninnencrèche luisterden aandachtig naar het verhaal van Seriba, de zeemeermin. Gerda Bijlhout, vertelkunstenaar, is al jaren bezig Surinaamse verhalen te vertellen aan jong en oud. Zij verkleedt zich dan en gaat helemaal op in het verhaal. Het verhaal wordt aangekondigd met muziek. Vertellen is een kunst die bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en meer nog het lezen bevordert. Met deze kres werk ik zeker al een paar jaren. En omdat de dames van hier gemotiveerd zijn om voor de kinderen te lezen. En kijk, je moet bij de gemotiveerde mensen beginnen. En die gemotiveerde mensen is de bedoeling dat zij ook anderen gemotiveerd maken om te gaan voorlezen voor kinderen. Taalontwikkeling begint in je eigen belevingswereld. En dan, ik keek naar het boekenaanbod, ik keek naar de kinderen. Je hoorde mensen allemaal klagen van ja, de taalontwikkeling komt niet op gang. Toen dacht ik, ik moet gaan werken aan die bewustwording. Het tactische en technische onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de woning brand van de 7-gramstraat 7 te Paramaribo op 1 maart jongstleden niet een ongeval is, maar een misdrijf. Dit zegt de politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Op grond is van zaken die zijn aangetroffen en de omstandigheden waaronder bepaalde zaken zijn aangetroffen. Je kunt begrijpen, ik kan geen diepte informatie geven, maar op grond is van wat de technische rechercheurs hebben ontdekt en wat de tactische rechercheurs ook zo hebben gemerkt en waar ze achter zijn gekomen, bestaat dus bij de politie inderdaad sterk het vermoeden dat deze mevrouw vermoedelijk de woning in brand heeft gestoken waarbij ze ervoor gezorgd heeft dat de heer Roter niet uit het huis kon komen. De vrouw van Johan Roter zou hebben aangegeven dat de man zichzelf heeft opgesloten en de woning in brand zou hebben gestoken. Het onderzoek van de KPS wijst iets anders uit. Hangend het onderzoek is de vrouw in verzekering gesteld.
Het berust niet op waarheid dat de politie pas na een half uur is gearriveerd aan de Concordialaan na de roofoverval bij de familie Durham. Dit zegt Hugo Neus, diensthoofd van de centrale meldkamer. Familie Durham is in de nacht van 2 maart in hun woning overvallen. Als er een melding binnenkomt bij de meldkamer, wordt die melding geregistreerd. Dat betekent wat de beller aangeeft, wordt ingevoerd in het systeem en het systeem verbindt daaraan een tijdstip. Dat tijdstip dat kan niet gewijzigd worden, want het wordt door het systeem ingevoerd het moment dat dus die melding in het systeem wordt ingebracht. En alle handelingen daarna die worden ingevoerd in het systeem worden ook aan een tijdstip verbonden. In het geval van de Concordialaan, het geval van de familie Durham, is de melding binnengekomen hier bij de meldkamer om 03.12.58. Dat betekent bijna 3:13. Volgens Neus is het eerste dienstvoertuig van de politie 9 minuten na de melding op de plek gearriveerd. Daarna zijn de andere eenheden ook erbij gekomen. Wat meneer Durham beweert klopt helemaal niet met wat het systeem heeft geregistreerd aan tijdstippen. We begrijpen heel goed de emotie en die gemoedstoestand waarin hij verkeerde, maar het systeem is nuchter en zakelijk. Zodra je het systeem activeert, komt er een tijdstip. Het tijdstip waarop je dat systeem hebt geactiveerd. En alle handelingen, elke keer wanneer je dat systeem activeert, wordt er een tijdstip aan verbonden. En binnen 9 minuten na de melding was onze eerste eenheid ter plaatse. We betreuren natuurlijk wat de familie Durham is overkomen. Maar wat hij heeft aangegeven in het programma, dat hij langer dan een half uur moest wachten op de politie, dat is bezijdens de waarheid. De invrijheidstelling van verdachten is een onderdeel van het wetboek van strafrecht. Daarom maakt een gevangene die zich niet heeft misdragen kans op vroegtijdige invrijheidstelling. Dit zegt minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Het ministerie van Justitie en Politie is samen met het Openbaar Ministerie gestart met de voorbereidingen om ongeveer 150 gedetineerden gratie te verlenen. Tweede deel. Van je straf uitgezeten te hebben, komen ze aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Let wel voorwaarden, onder voorwaarden. Maar men let niet aan de voorwaarden. Men concentreert zich alleen op de invrijheidstelling. En als gevolg, dan komen ze buiten. De voorwaarden zijn daar. Niemand houdt zich aan de voorwaarden. Na verloop van tijd, 2-3 weken of een maand, zijn een aantal weer binnen. Want ze hebben het heel erg moeilijk buiten. Zonder alternatieven. Niemand wil ze hebben. 1, 2, geen werk, geen opleiding. Ze komen weer binnen. We zijn nu bezig op het ministerie om een resocialisatieplan voor de gedetineerden in elkaar te zetten. De invrijheidstelling van verdachten is nog een discussiepunt en daarom is nog niemand in dat kader in vrijheid gesteld. Op enkele verbeterpunten na spreekt de organisatie van de Suripoku Award Show van een geslaagde tweede editie gisteren in TBL Cinemas. Ralf Wondel, voorzitter van Stichting Supo, gaf kort na afloop van de show een reactie. Goed, goede tweede keer. Als organisatie zijn we altijd wel open voor de verbeterpunten. En die van de verbeterpunten van dit jaar gaan we sowieso meenemen voor het volgend jaar. Maar overal denk ik wel dat het publiek heeft genoten van de tweede Suripoku Awards. Nou, er zijn ook enkele suggesties gedaan. Mensen zeggen nou een beetje verruiming. Mensen zeggen nou meer nominaties erbij. Wat zeggen jullie? Ja,
we zijn van plan, maar je weet het, we zijn ook afhankelijk van sponsoren. Dus van deze plaats doe ik gelijke oproep aan de sponsoren. Alle bedrijven die de Surinaamse muziek een warm hart toedragen. Om Supo te joinen, om die Surinaamse artiesten die erkenning en waardering te geven. Sluit je aan en laten we elk jaar een mooiere show ervan maken. Misschien confidentieel, maar is het een pittige show geweest? Ja, voorbereiding en alle investeringen. Ja, zeker wel. Het is vooral met de video-inserts, artiesten die hier zitten, die je moet contacten en op allerlei manieren moet proberen te vinden. Vorig jaar, als de mensen zich kunnen herinneren, hadden we een klein probleem aan het eind met een winnaar die niet in de show was en we hadden niet eens een boodschap. Dit jaar hebben we geprobeerd dat te verhelpen door videoboodschappen op te nemen vooraf. En ik geloof dat we daarmee toch wel een goede backup hebben gedaan. Hier volgen de winnaars van de tweede editie van de Suripoku Award Show. Beste vrouwelijke soloartiest 2013, Norma Santé. Money bate, give me money bate, give me. Beste mannelijke soloartiest 2013, Kenny B. Beste nieuwkomer 2013, Adika. Beste duo of groep 2013, Sabaku. Beste Suripoku 2013, Chai Pilobi. Ook werden gisteren twee Suri Legend Awards uitgereikt voor de diensten van Glenn Gadem en Werner Dutenhover. Vanavond weer hierover in Achter het Nieuws via de STVS. Dit was het nationaal nieuws, straks het internationaal nieuws. Tienduizenden personen gingen gisteren in de Venezolaanse hoofdstad Caracas de straat op ter herdenking van de sterfdag van de vorige president Hugo Chavez. Die overleed gisteren een jaar geleden aan de gevolgen van kanker. De commandant wapperde met vlaggen en hield grote portretten op. De huidige president Nicolas Maduro nam een militaire parade af waarbij hij aankondigde dat de relatie met Panama is beëindigd wegens betrokkenheid van het land bij een samenzwering tegen hem. Daarna hield hij een emotionele ode aan de voormalige leider. Never before has there existed a defender who gave the poor and working people their rights, that gave them education, culture, work, that gave them dignity, that gave them conscience. Hugo Chavez has passed to history as the defender of the poor of Venezuela and the defender of the poor in America. De herdenkingen waren een onderbreking van de demonstraties in Caracas tegen de regering Maduro die al wekenlang duren. Gisteren waren betogers weer de straat opgegaan om weer te protesteren tegen de hoge misdaadcijfers en voedselschaarste. Enkele staatshoofden van andere Zuid-Amerikaanse staten woonden de herdenkingen in Caracas bij, zoals de presidenten Evo Morales van Bolivia, Daniel Ortega van Nicaragua, Raúl Castro van Cuba en Desiree Bouterse van Suriname. Het carnavalfeest waarbij je kan uitleven is voorbij en de meer bezinningsvolle christelijke vastetijd is begonnen. Terwijl velen gisteren op Aswoensdag de kerk bezochten om vergiffenis te vragen voor de zonde, zei de aartsbisschop van Trinidad en Tobago, Joseph Harris, dat het gedrag dat werd vertoond door veel personen tijdens carnaval niet het enige is dat mis is met het land. The pervasive attitude towards corruption, the disrespect for life, the lack of respect for the poor and indigent, and the attitude of mind which says that the color of a person's skin is more important than the content of their character are all aspects of national life which need transformation. Zelfs toen vele kerkgangers gisteren het askruisje ontvingen als teken van spiritualiteit, spijt en het verlangen om te veranderen, zei aartsbisschop Harris dat zelfs in de hoogste regionen van de samenleving te veel zaken met de verkeerde intenties worden gedaan. We are accustomed to see
politicians doing good deeds, but always with a camera person recording what has been done for posterity or perhaps for the next election campaign. Volgens de plaatselijke kerkvorst is het land in een hopeloze staat waarbij velen genoodzaakt zijn om te vluchten. Hij drong bij zijn congregatie op aan om negativiteit niet te laten prevaleren. De aartsbisschop zei dat pas als innerlijke zelfzuchtigheid overwonnen wordt, er weer liefde en herstel zullen zijn in de samenleving. Maar hij zei dat bidden daarbij cruciaal is. En de binnenkort te bouwen grote Riviera Bridge op Sint Lucia zal worden omgedoopt tot de Alba Bridge. De bouw van de brug in het plaatsje Denry begon officieel met een groundbreaking ceremonie nabij de bouwplek op maandag. Een tijdelijke hulpbrug van ongeveer 175 meter lang is aangelegd om het verkeer tijdens de bouwfase te vergemakkelijken. Overheidsfunctionarissen hebben aangegeven dat de brug wordt gefinancierd uit de opbrengsten van een subsidie van $2.7 miljoen van de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Amerika, ALBA. Twee andere bruggen worden ook gefinancierd uit deze subsidie. Het ministerie van Infrastructuur zei dat de nieuwe Grande Riviera Bridge een enkele overspanning van gewapend beton krijgt en 20 meter lang wordt. Ongeveer 28,9 meter aan aanloopwegen zijn reeds aangelegd. Er komen ook twee voetgangerspaden van ruim 10 meter breed. De bouw van de brug zal naar verwachting worden afgerond binnen een periode van 7 maanden. Dat was dan mijn bijdrage aan het journaal. Hierna krijgt u in beeld de weersverwachting. Goedenavond.